C47 wil de bijkans 16 lidbonden bij elkaar. C47 wil de bijkans 60 lidbonden bij elkaar brengen voor een onderhoud. Voorzitter Robbie Berenstein zei vanmorgen tijdens de Assemblee van de Arbeid dat elke sector verschillende problemen heeft die goed aangepakt moeten worden. Dus in hun sectorvergadering. Want allemaal hebben een specifiek probleem. Als ik bijvoorbeeld doe staatsbedrijven. U heeft er geen hoogte van. Wat de problemen zijn bij staatsbedrijven. Zeker met die aandeelhouder. Zeker met die aandeelhouder. Gezondheidszorg. Gezondheidszorg is al begonnen. En op 25 maart organiseren ze, en dat gaat zelfs buiten 47. Want dan komt van hier gezegd, hoezo. Die man die organiseren een bijeenkomst over dit probleem in de gezondheidszorg. Zijn we al lang mee bezig. Hoe lukt het in de gezondheidszorg? Berenstein geeft verder aan dat naast de nationale problemen er rekening mee gehouden moet worden, dat de verschillende sectoren ook met grote problemen te kampen hebben. Iedere sector heeft een probleem met die regering. Heeft een probleem op hun niveau. Laat me niet zeggen met die regering, maar met het beleid. Als het nou staatsbedrijven zijn, als het nou de financiële sector is. Ja, allemaal. Dus, wabi loont aan regering vanuit meerdere hoeken. Wabi tekenen los van nationaal niveau, ook per sector. Ook per sector met hun specifieke problematiek. We hebben overheidsbedrijven. We hebben overheidsbedrijven. Of instellingen, sorry hoor, ambtenaren. De vakcentrale zal vechten voor beleidsombuiging bij de regering. Want de situatie in het land is volgens het bestuur niet meer uit te houden.